Gemeente Beverwijk en Heemskerk zijn op zoek naar 100 mensen die 100 dagen lang 100% van hun afval scheiden. Hoe goed bent u in afval scheiden? Doet u mee? Nou, niet heel consequent, maar ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen. Ja, we hebben hier al een groene bak en een grijze bak en een bak voor de batterijen. Nou ja, dan denk ik dat ik aardig mijn steentje bijdraag. Toch? En plastic apart, doet u dat ook? Nee, plastic, je krijgt tegenwoordig wel overal, helaas, maar je krijgt overal plastic bij. Er valt niet aan te ontkomen of zowat. Het is alles wat je koopt, daar zit plastic bij. Dus, en dat is natuurlijk best wel lastig, want ja, daar zit je niet op te wachten. Ja, maar er zijn tegenwoordig bij veel supermarkten zijn er ook bakken waar je plastic afval in kan deponeren. Doet u daar mee? Nee, wij hebben dan een plastic zak in de garage hangen en daar gooi ik dan het plastic in. En dan af en toe als we dus naar de supermarkt gaan, dan donderen we het erin. Als het Sinterklaas is bijvoorbeeld, nou, dan moet de gemeente of het afvalbedrijf, dat moet gewoon zorgen dat die bakken leeg zijn. Want dan weten ze, er komt een hoos. Nou, en daar staat nog een zootje rotzooi naast. Ja, dat vind ik wel heel opvallend. Weet u dat de gemeente een actie gaat beginnen, dat ze 100 mensen zoeken die 100 dagen lang 100% afval gaan scheiden? Ja, dat weet ik. Ja, nou, 100% wil ik niet voorin staan hoor. Maar we doen ons best. Maar zou u daar mee willen doen? Nee, dat doe ik niet aan mij. Nee, dat doe ik niet aan mij. Ik probeer ze gewoon op onze normale manieren te doen en dat vind ik wel genoeg. Heeft u gehoord van de actie die Beverwijk en Heemskerk gaat starten om 100 mensen 100 dagen lang 100% afval te laten scheiden? Ja, ik heb ervan gehoord. Ik heb het gelezen in de krant. En het is heel goed. Ik hoef me niet aan te melden, want ik scheid alles al. Plastic, metaal, alles wat er al te scheiden is, scheid ik al. Ik ben heel benieuwd hoe jullie over het afval scheiden denken. Ik doe de gewone afval gewoon in de afvalbak, maar de flessen, de harde flessen van de plastic en de glas, die doe ik gewoon in de glasbak. En papier, scheid je dat ook? Nee, dat niet. En plastic doe je apart in de plastic afvalbak? Nee, ook niet. En waarom denk je dat we zo met het milieu bezig zijn? Voor de natuur is het beter. En voor de toekomst, hè? En jij bent natuurlijk de toekomst. Ja. Dus zou je dan niet denken van, nou laat ik ook beginnen met een beetje mijn afval goed te scheiden? Ja, is eigenlijk wel beter voor het milieu ook. Ja, dan heb je een groene bak en een papierbak en een vuilnisbak. Maar als je dan ziet wat er nog allemaal bij komt bij een vuilnisbak, waar de normaal de plaatsen zijn, nou, dan is dat een rotzooi. De ene doet grote halen zien, etenswaren in gewoon een vuilcontainer, plaat als een groene bak hebben. Ja, toch? Waarom is dat nodig? En dat in mijn kranten ziet zelf, hou het apart. Hoe goed bent u in afval scheiden? Oh, dat gaat goed, toch? Prima. Bij mij wel. Ik kan wel allemaal apart houden, ja. Dat gaat prima. En wat scheidt u allemaal apart? Ja, plastic, hè, glazen en papier, alles. En de grootvuilen zet je gewoon apart. En het grove afval, dat brengt u netjes weg? Ja, nou ja, ik breng het wel netjes weg. Maar dat is in de laatste tijd wel moeilijker gemaakt. Hè. Dan ga je niet zomaar naar Hoogovens weer die troepen wegbrengen. Doe jij een afvalscheid? Zo goed en kwaad als het gaat. Niet alles. Ik ben ook wel eens een beetje makkelijk. Maar ik ga in ieder geval niet de groenten en de sinaasappelschilletjes bij het gewone doen. Maar wel plastic doe ik gewoon in de normale grijze bak. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje slordig in, moet ik eerlijk bekennen. Dus je bent niet zo fanatiek dat je plastic apart gaat scheiden? Nou, eigenlijk niet. Nee, ja, daar ben ik gewoon een beetje te lui voor. Want dan moet ik weer een aparte bak voor hebben. En dat vind ik allemaal een beetje omslachtig. Maar de groenten, fruit en andere dingen, die scheid ik zeker. En de kranten en de flessen. Dus ik vind dat ik behoorlijk fanatiek bezig ben eigenlijk. Dus alleen plastic nog. Misschien dat het ooit nog een keer komt.